Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 705. We lezen momenteel in het boek Spreuken om ons te verdiepen in de wijsheid van Salomo. De vorige keer zijn we door hoofdstuk 25 gegaan. Hier begint een nieuw deel in de spreuken, waarin vooral in het eerste deel veel vergelijkingen voorkomen. De lessen uit dit boek zijn in zekere zin tijdloos. We kunnen er in deze tijd net zoveel voordeel van hebben als mensen lang geleden. Aan het slot van de vorige uitzending hebben we in Spreuken 25, vers 22 gelezen over het stapelen van gloeiende kolen op het hoofd van een vijand. In Romeinen 12 wordt dit vers aangehaald en stelt Paulus dat een gelovige door het bewijzen van liefde aan de vijand vurige kolen op zijn hoofd stapelt. De apostel legt het doel van de liefde voor de vijand uit. Het kwade moet door het goede vergolden worden. Deze uitleg sluit ook aan bij spreuken 25, vers 15, waar we gelezen hebben: Met geduld wordt een leider overgehaald en een zachte tong kan beenderen breken. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat door barmhartigheid situaties veranderen. Maar in spreuken ligt iets meer de nadruk op de gedachte dat God barmhartigheid zal belonen. Spreuken 25 vers 23. De noordenwind brengt regen voort en een achterbakse tong toornige gezichten. De wind, die afkomstig is uit het noorden, brengt regens met zich mee die de oogst verwoesten. Zo kan een mens te maken krijgen met gepraat dat kapot maakt en niet opbouwt, met afbrekend geroddel. Afbrekende woorden kunnen een verwoestende uitwerking hebben. Spreuken 25, vers 24. Het is beter te wonen op een hoek van een dak dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Ik zei het al in een vorige uitzending: in het Bijbelboek Spreuken is sprake van een climax in de teksten over de ruziezoekende vrouw. Ook in hoofdstuk 21, vers 9 ging het over een hoek van het platte dak. In vers 19 van datzelfde hoofdstuk werd een nog ellendiger oord genoemd, namelijk de woestijn. De woestijn is een moeilijk bewoonbaar gebied en doet in de Bijbelse context denken aan de plaatsen waar het volk 40 jaar doorheen trok. Zo wordt opnieuw gesteld dat een mens beter in erbarmelijke omstandigheden kan leven dan met de verkeerde partner getrouwd te zijn. Spreuken 25, vers 25. Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land. Behalve met roddel en kwaadsprekerij kan een mens ook op andere manieren negatieve ervaringen opdoen. De gelezen spreuken zijn maar één van de vele voorbeelden die te noemen zijn. Maar tegenover de afbrekende woorden in de versen 23 en 24 staan hier opbouwende woorden. Hoopvol nieuws kan een mens doen herleven. Een voorbeeld van een dergelijke situatie komen we tegen bij Jacob. Hij fleurde op toen hij de rijtuigen met voedsel van Jozef zag. Op indirecte wijze wordt hier ook gesproken over de volharding van een uitgeput persoon. Voor iemand die door dorst is uitgeput. En niet meer in staat is normaal te functioneren, is het brengen van koel water het begin van herstel. Uit het Nieuwe Testament weten wij dat de Heer Jezus het levend water is. Hij is als het ware koel water voor een vermoeid en dorstig mens. Terug naar vers 25. De opbouwende woorden worden hier geassocieerd met goed nieuws uit een ver land, en in het licht van de Bijbel en het Evangelie is daarover meer te zeggen. De Heer Jezus zegt in Johannes 16, vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. In de korte periode dat de Heere Jezus hier op aarde was, heeft hij onze redding bewerkt. Dat is het goede nieuws, het Evangelie van Jezus Christus. Maar wat doen wij met dat goede nieuws? Heb jij het genadegeschenk van God al aangenomen? Jezus Christus is het water van het leven. Hij zegt in Johannes 4, vers 14: Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Spreuken 25, vers 26. Zoals een vervuilde bron en een verdorven fontein, zo is een rechtvaardige die voor de ogen van een goddeloze wankelt. Hier wordt over volharding gesproken. Als een rechtvaardige wankelt tegenover een goddeloze, lijkt hij op een vervuilde bron. In het oosten is het vervuilen van een bron een grote misdaad. Vooral omdat water schaars is. Als de bron vervuild is of verstopt, dan heb je er niets meer aan. Laten wij als gelovigen de Heeren bidden en smeken dat hij ons bewaart en volharding geeft om geen verstopte bron te worden of te zijn. Als een mens in geestelijk opzicht een verstopte bron is, dan kan hij of zij niets voor een ander betekenen. Dan is een gelovige te vergelijken met een fontein die modder spuit. Spreuken 25, vers 27 Veel honing eten is niet goed. Maar het onderzoeken van gewichtige dingen is een eer. Het is niet eenvoudig om de bedoeling van vers 27 te achterhalen. Er worden verschillende interpretaties en vertalingen gegeven. Dr. McGee kiest voor de volgende uitleg: Een beetje honing is goed, maar heel veel honing maakt je misselijk. Als iemand voor eigen eer ambitieus is, zeker in de dienst van God, maakt het je misselijk. We zien dit rond ons in de kerk. Er is een onmatige ambitie onder sommige christenen vandaag. Het maakt je misselijk in je buik om dat soort dingen te zien. Spreuken 25, vers 28. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Dit verwijst naar een man of vrouw die zijn emoties niet kan beheersen. Het toont het belang van zelfbeheersing. We weten uit het Nieuwe Testament dat zelfbeheersing een vrucht van de geest is. Spreuken 26, vers 1. Evenmin als de sneeuw in de zomer en de regen in de oogsttijd past eer bij een dwaas. De genoemde natuurverschijnselen zijn in de hete zomer en oogsttijd afwezig. Ze zijn ook niet gewenst, omdat de oogst erdoor vernietigd kan worden. Net zo min als zo'n gebeurtenis in de natuur gebruikelijk is, is het in de sociale orde passend dat een dwaas eer verwerft. Spreuken 26, vers 2. Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt. Zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. Dit is opnieuw een spreuk met een voorbeeld uit de natuur: een ongegronde vervloeking zal niet uitkomen. Hoewel vervloekingen in het algemeen wel effect hebben, komt het in de Bijbel vaker voor dat een ongegronde vervloeking zijn doel niet bereikt. Dat kan zijn omdat de aangesproken persoon de vervloeking niet verdiend heeft of dat de Heer de vloek verhindert. Spreuken 26 vers 3: Een zweep is voor het paard, een bed voor de ezel. En een stok voor de rug van dwazen. Zoals een paard onder controle wordt gehouden door de zweep en de ezel door het bed, moet een dwaas getemd worden door straf. Een dwaas kan men niet leiden door zachte en vriendelijke woorden, maar alleen door bestraffend optreden. Spreuken 26, versen 4 en 5 Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou ook u aan hem gelijk worden. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. In deze versen staan nog meer zaken die passend zijn voor een dwaas. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat een mens een dwaas niet naar zijn dwaasheid moet antwoorden, om niet aan hem gelijk te worden. Maar daarna wordt iets gezegd dat tegengesteld is aan het eerdere advies. Men wordt opgeroepen juist wel de woorden van een dwaas te weerleggen, zodat deze niet wijs in eigen ogen zal zijn. Het feit dat hier twee aan elkaar tegengestelde regels worden gepresenteerd, is kenmerkend voor het Bijbelboek spreuken. Waarin geen algemene wetten en geboden worden gegeven, maar men geleerd wordt naar gelang van een situatie te handelen. Men zal moeten leren omstandigheden op een juiste manier in te schatten en daar effectief op in te spelen. Spreuken 26, vers 6: Wie boodschappen verzendt door de hand van een dwaas, snijdt zichzelf de voeten af en dringt geweld in. Wie zoiets doms doet als een boodschap over te laten brengen door een dwaas, lijkt op iemand die zich beide voeten afhakt en zo zichzelf ernstige schade toebrengt. Feitelijk maakt een mens zichzelf daardoor kreupel. Spreuken 26, vers 7 Zoals de benen van een verlamde slap neerhangen, zo is een spreekwoord in de mond van dwazen. Dit voorbeeld staat model voor een situatie waarin een wijze spreuk door een dwaas wordt uitgesproken. Zoiets misstaat volledig. En Salomo geeft daarmee indirect aan dat het onmogelijk is dat dwazen wijze woorden zeggen. Spreuken 26, vers 8 Zoals wie een steen in een slinger vastbent, zo is hij die een dwaas eer geeft. Dit geeft aan dat het niet goed is om eer en aanzien te geven aan een dwaas. Het is verspilde moeite. Want een dergelijke handeling staat gelijk aan het wegwerpen van een steen die is vastgebonden in een slinger. Spreuken 26 vers 9 Zoals een doorn in de hand van een dronkaard drinkt, zo is een spreekwoord in de mond van dwazen. Een spreuk in de mond van een dwaas is niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk. Iemand die dronken is, kan grote schade aanbrengen met een doornstruik in zijn hand. Hij is zich er niet van bewust wat hij doet. Op soortgelijke wijze kan misbruik van wijze woorden schade aanrichten. Spreuken 26, vers 10. Groten doen iedereen verdriet aan. Zij huren dwazen in en zij huren voorbijgangers in. Ook dit vers is moeilijk te vertalen, omdat de gebruikte Hebreeuwse woorden verschillende betekenissen kunnen hebben. De meest waarschijnlijke betekenis is dat ongedisciplineerde huurlingen hetzelfde effect hebben als het willekeurige schieten van een boogschutter. Spreuken 26, vers 11. Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Een hond die wat hij eens uitbraakte weer opeet, is wel een heel walgelijk beeld. Tegelijk is het een krachtig beeld van een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Een kenmerk van een dwaas is het ontbreken van de bereidheid om te leren. Hier wordt benadrukt dat hij deze dwaasheid herhaalt. Deze tekst wordt door Petrus geciteerd in 2 Petrus 2, vers 22. Hij gebruikt het vers als waarschuwing tegen valse leraren in de christelijke gemeente. Spreuken 26, vers 12. Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Ondanks alle negatieve zaken die we al gelezen hebben over dwazen, wordt hier ook een glimp van hoop gegeven aan de dwaas. Als er een zekere bereidwilligheid tot correctie bestaat, is er nog iets met hem te beginnen. Spreuken 26, versen 13 tot en met 15. Een luiaard zegt: een felle leeuw op de weg, een leeuw op de pleinen. Zoals een deur op zijn scharnier draait, zo draait de luiaard zich om op zijn bed. Een luiaard steekt zijn hand in de schotel, maar is te moe om die weer naar zijn mond te brengen. Na de uitvoerige behandeling van de dwaas komt nu in vier versen de luiaard aan de orde. Het gedeelte begint met het citeren van een uitvlucht van een luiaard om zijn eigen gedrag te rechtvaardigen. Hij zegt dat er een gevaarlijke leeuw op straat loopt. De ironie hiervan is dat er wel leeuwen waren in Israël, maar dat zij nooit in de straten van steden zouden verschijnen. De luiaard gebruikt een vals argument om thuis te blijven. De houding van de luiaard wordt nog duidelijker in de vergelijking met een scharnier. Zoals een deur in het scharnier blijft en ronddraait, blijft de luiaard de hele dag in zijn bed ronddraaien. In vers 15 bereikt de luiheid een extreem dieptepunt. De luiaard houdt zijn handen liever in zijn zakken. Hij is nog te lui om ermee te eten. We zien in deze verzen een toenemende passiviteit van een luiaard. Eerst komt hij zijn huis niet uit, dan komt hij zijn bed niet uit. En tenslotte is hij nog te lui om met zijn handen te eten. Spreuken 26, vers 16. Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven. De toenemende passiviteit van een luiaard bereikt een climax in dit vers. Het is een beschrijving van de inbeelding van de luiaard. In zijn eigen ogen is hij verstandiger dan alle andere mensen om hem heen. De luiaard vindt zichzelf wijzer dan zeven mensen, die een verstandig antwoord geven. Het getal zeven geeft in de Bijbel volheid aan. Hoeveel mensen ook tegenover de luiaard worden geplaatst, hij vindt zichzelf altijd beter. Juist daarin treedt duidelijk het gemis aan bereidheid tot leren naar voren. Spreuken 26, vers 17. Zoals iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt, zo is hij die zich mengt in oneenigheid die hem niet aangaat. Met andere woorden, een bemoeiaal lijkt op iemand die een passerende hond uitdaagt. Als iemand een hond uitdaagt, kan hij of zij een felle reactie verwachten. Wie zich bemoeit met een ruzie waarmee hij niets te maken heeft, is zodoende ook gevaarlijk bezig. Spreuken 26, versen 18 en 19. Zoals een dolle man die fakkels, pijlen en moordtuig werpt, zo is iemand die zijn naaste bedriegt en zegt: Deed ik het niet voor de grap? Het volgende type mens is degene die anderen bedriegt en schade toebrengt, terwijl hij de kritiek op zijn gedrag belachelijk maakt. Hij lijkt op een razende die om zich heen schiet met brandende en dodelijke pijlen. Terwijl de bemoeiaal dingen niet expres doet, geldt dit wel voor de bedrieger. De consequentie van een dergelijke houding is dat relaties diepgaand worden beschadigd. Spreuken 26, versen 20 tot en met 22. Als er geen hout meer is, dooft een vuur. En als er geen lasteraar is, houdt een ruzie op. Zoals kolen zijn voor vurige kolen en hout is voor een vuur, zo doet een twistzieke man de onenigheid oplaaien. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. In deze verzen komt de lasteraar of roddelaar aan de orde. Een persoon die een gemeenschap kan vernietigen door strijd aan te wakkeren. Wat gebeurt er met ruzies als de roddelaar afwezig is? Dan lijkt een ruzie te doven, zoals vuur dooft als er geen hout wordt aangevuld. Blijkbaar wordt een roddelaar of lasteraar gezien als de oorzaak van conflicten. Een dergelijke persoon doet ruzies ontbranden en zijn gedrag is te vergelijken met olie op het vuur. Hij laat ruzies opvlammen. Het psychologisch effect van de woorden van de roddelaar is dat er gretig naar geluisterd wordt. Ze worden serieus genomen en daardoor veroorzaken ze een verkeerd beeld in iemands gedachten. Over deze dingen lezen we ook in het Nieuwe Testament. In Jacobus 3, versen 5 en 6 staat: Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.